Dames en heren, mijn naam is René Treur, hier voor Pulse Activations op het PES Live toernooi, PES League 2015 NL. Zijn polletje loopt hier door het scherm, geen probleem. Ik zit hier met Simon van der Horst, aka de Tank, hij is zojuist gekwalificeerd voor de kwartfinale. Simon, we hebben je in Hilversum in Amsterdam geloof ik niet gezien, hè? Waar was jij? Nee, klopt, was ik niet bij. Ik kon die weekenden niet en ik was hiervoor... De laatste kwalificatie was ik volgens mij aan het reizen. Ik ben 2-3 maanden op reis geweest. Dus daardoor kon ik ook niet bij zijn. Nice. Veel van de wereld gezien? Ja, ik ben in Thailand en Vietnam geweest. Dus ik heb lekkere tijd gehad. Lekker, lekker. En nu ben je weer terug en meteen de qualifier in Rotterdam al hoge ogen aan het gooien. Hoe is jouw groepsfase verlopen? Die verliep in eerste instantie niet zo soepel. Ik ben pas een week terug van reizen, dus ik heb echt 3 maanden ongeveer niet gespeeld. En dat was wennen om weer terug te komen. Offline al helemaal niet gespeeld, dus de eerste pot verloor ik van Passo. En daarna gewonnen en daarna tegen Etienne gelijk gespeeld. Dus dat ging op zich, kwam ik een beetje het toernooi, dus op die manier gaat het steeds beter. Lekker. En wat zijn jouw verwachtingen? Want zoals je zegt, je hebt niet veel geoefend, maar je staat toch al in de kwartfinales. Eigenlijk nog 2 potjes en je staat in Haarlem. Nou, ik had geen verwachtingen. Ik had niet verwacht dat ik überhaupt door de pool heen zou komen. Ik heb me eigenlijk amper voorbereid. Maar misschien de ervaring van vorig jaar die nu gewoon meetelt. En net met penalties door, dus het niveau ligt dicht bij elkaar. Wat kun je vertellen over je tegenstander Fuego? Ik heb hem nog niet eerder in actie gezien, maar hij was erg goed. Hij kwam zijn groepsfase overtuigend door en legde jou ook het Fuego aan de schenen, om het zo maar te zeggen. Nee, dat was een lastige tegenstander. Het ging eigenlijk gelijk op. Hij had iets meer kansen, iets meer balbezit, maar hij was wel iets beter, vond ik. Maar uiteindelijk heb ik toch na verlenging de winst mee naar huis kunnen nemen. Kende jij hem? Of? Nee, ik ken hem nooit eerder tegen hem gespeeld. Nou, interessant dat hij dan toch zover komt. Ja. Van jou had ik het wel verwacht dat je een eindje zou komen. Wat denk je, heb jij een kans om die finale hier te bereiken en dan in Haarlem te gaan vlammen? Nou, ik verwacht dat ik een kleine kans heb, maar je weet het niet. Ik groei een beetje in toernooien en als ik zo blijf spelen, wie weet. Nou, ik wens je alvast heel veel succes en dankjewel. Yes, dankjewel. Tot straks.